Joost is binnen. Joost, kan jij even toelichten hoe de virtuele watersatelliet voor het waterschap van belang kan zijn? Jazeker kan ik dat, Hans. Laat ik mezelf eerst even voorstellen voor diegenen die niet bij de pijlbeheerssessie zojuist waren. Mijn naam is Joost Dijkers. Ik ben hydroloog bij de Stichtse Rijnlanden en ik heb 10 jaar geleden met een aantal andere waterschappers van Stichtse Rijnlanden, maar ook van een hoop andere waterschappen, het Stadwaterconsortium opgericht, dat zich eigenlijk een dienst heeft gesteld om satellietgebaseerde informatie en observaties integraal en geaccepteerd onderdeel te laten gaan uitmaken van de waterschapsmonitoring, inspanning, etc. Stadwater, dat bestaat 10 jaar. We hebben al behoorlijk wat dingen verwezenlijk naar mijn idee, met Oasis, maar ook monitoring zoals we dat bij Noord-Zuidwest doen als hoogtepunten. Ook het NL veranderd detectieverhaal zie ik echt als een van de hoogtepunten van het hele traject. Ik ben zelf een type dat toch vaak behoefte heeft aan wat nieuwe uitdagingen. En daarom begon ik denk ik vorig jaar herfst toch na te denken over wat next? Waar moeten we nou eigenlijk mee aan de slag binnen Stadwater? En dat heeft uiteindelijk door hele interessante en constructieve dialoog met het Hans van Leeuwen die hierbij is, Jeroen Waanders die dan net ook natuurlijk een praatje gaf, Martijn van Berkel, innovatiemanager bij ANMAAS en de waterschapsluis, ertoe geleid dat we in samenspraak met Marco Beiersbergen en zijn collega's, die straks natuurlijk ook een praatje zal geven, zijn gekomen tot een concept dat we de virtuele watersatelliet hebben genoemd. En dat zeg ik er ook even bij voor die mensen die er bij de vorige sessie waren. Dit is stukken minder, denk ik, concreet en op de huidige waterschapspraktijk toegepast, dit virtuele watersatelliet concept. Maar wij denken wel dat dit the way to go is om alle veranderingen die op ons afkomen in rap tempo het hoofd te kunnen bieden. Hè? Want we leven immers in een wereld die steeds dynamischer en denk ik ook wel onzekerder wordt. Hè? Denk aan klimaatverandering, denk extreem weer, denk ook aan allerlei veranderingen die denk ik de coronacrisis met zich mee gaat brengen de komende jaren. En zeker wij hydrologen en waterbeheerders hebben natuurlijk, omdat we dat water beheren en omdat dat weer steeds grillig wordt, enorm te maken met al die dynamiek, die veranderingen en die onzekerheid. En daar komt natuurlijk ook nog eens bij dat de wereld in rap tempo digitaliseert en waarschijnlijk ook robotiseert, denk ik althans. Niet iedereen is dat altijd met me eens als ik dat laatste zeg. En dat heeft consequenties voor hoe we omgaan met hoe zouden we moeten gaan omgaan met onze informatievoorziening, die steeds meer op maat gesneden, ik denk ook web-based en on the fly, ter beschikking moet staan om al die veranderingen en al die onzekerheden het hoofd te kunnen bieden. Volgende slide graag, Hans. Ja, het concept van de virtuele watersatelliet. Ja, ik heb daar goed over nagedacht. Wat is nou eigenlijk? Hè? Het is nog vrij vers. Toch hadden wij het idee dat het belangrijk was om dat op het kennisfestival Facts Matter over het voetlicht te brengen richting jullie. Hè? Het basisconcept is eigenlijk als volgt. Hè? De waterbeheerder van de toekomst heeft continue vlakdekkende inzicht nodig in de toestand van zijn of haar watersysteem. Op basis van ons idee, een slimme combinatie van satellietobservaties gecombineerd met modelleertechnieken, of dat nou meer conventionele modeltechnieken zijn of artificial intelligence modelleertechnieken, voor de interpolatie, explatie, nauwkeurig van verwachtingen van hoe zijn watersysteem er eigenlijk bij staat. Volgende slide graag. Dit is de volgende. Nou, de volgende moet het zijn. Want deze heb ik net gehad van Hans. Dus ik zie nou de virtuele basisconcept zie ik nog voor me. En hij moet naar de volgende sheet. Dat is waar, want ik zie het namelijk wel verschuiven. Oké, dat is vreemd. Dan moet ik hem even uit mijn hoofd doen. Volgens mij schets ik daar iets in de zin van. Ik moet even goed nadenken wat ik daar zelf alweer gisteravond heb gedicht. Kijk, als je kijkt naar de satellietwereld, dan heb je eigenlijk de conventionele satellieten, zoals ze door organisaties als de NASA en de ESA in de ruimte worden geschoten. En natuurlijk tegenwoordig ook door China en India en Rusland ook. En je hebt eigenlijk een hele revolutie. Ah, daar komt de volgende opeens bij mij. Laat ik dan maar bij deze sheet beginnen. Die virtuele watersatelliet die vraagt naar ons idee om een
vloot van zowel conventionele als nanosatellieten. Marco Beiersberg zal straks toelichten wat we daarmee bedoelen met die nanosatellieten. En artificial intelligence technieken om alle data die we eigenlijk hebben aan elkaar te knopen tot duidingen van hoe ligt ons watersysteem er op dit moment bij. Hoe gaat het zich mogelijk ontwikkelen, bijvoorbeeld gegeven een bepaalde weersverwarting. En hoe zag het in het verleden uit? Hè? Dat kan het recente verleden zijn, de afgelopen week, maar ook de afgelopen 10, 20 jaar. Hè? Dat noemen we dan met een beetje technische term, binnen de hydrologie althans, heranalyses, reanalysis in het Engels. Volgende slide inderdaad, Hans. Kijk, die virtuele watersatelliet, daarvan hebben we eigenlijk gezegd, laten we nou in eerste instantie, omdat het best wel een wild idee is, zou je kunnen zeggen, ons focussen op de kerntaken van waarom waterschappen, en ik denk ook Rijkswaterstaat, op deze aardbodem zijn. Hè? Dat is namelijk waterkwantiteitsbeheer, meer concreet waterstandsbeheer, en waterkwaliteitsbeheer. En dat is ook mede ingestoken vanuit het idee dat we binnen Stadwater althans de afgelopen 10 jaar wat meer hebben gefocust op wat meer, ja, ik noem dat dan exotische satellietinformatieproducten. Daar bedoel ik mee dat werkelijke verdamping voor een hydroloog misschien een vrij normale grootheid is, maar dat voor heel veel pijlbeheerders dat heel weinig zegt. En door nou die virtuele watersatelliet vooral te focussen op waterkwantiteit en waterkwaliteitsbeheer, hopen we eigenlijk dat we gewoon de mainstream ook meekrijgen in dit behoorlijk futuristische idee vast in de oren van velen. Dat was mijn intermezzo. Ja, dankjewel Joost. Ik wou even doorgaan met de kernboodschappen, volgend wat Joost net vertelde. Het is heel belangrijk om binnen het waterschap in het algemeen, ook voor het waterbeheer, om actueel en doelmatig te reageren als er veel veranderingen plaatsvinden door klimaat of door op korte termijn de wateroverlast die snel met lokale extremen kunnen plaatsvinden, maar ook de droogte, verzouting, bodemdaling enzovoort. Ook vergunning en handhaving hebben we in de vorige sessie gehad. Is het belangrijk om goed bij te houden wat de veranderingen in het waterbeheergebied zijn. En met deze virtuele watersatelliet, dus de extra ogen die eigenlijk continu gericht staan op het Nederlands waterbeheergebied, denken wij dat we daar op waterkwantiteit en kwaliteitsniveau dus beter overzicht, een beter inzicht en toezicht kunnen houden in aansluiting op de bestaande werkpraktijk. Dus, en daar willen we met u vandaag wat verder op door gaan praten. Het is belangrijk om te beseffen dat we al heel veel remote sensing gebruiken. Er is al heel veel in de pijplijn geweest, letterlijk de landingsbaan die we vanuit het Zatwaterprogramma hebben ingezet. Daar proberen we zoveel mogelijk de ontwikkelingen vanuit de maatschappij, dus dat zijn de kennisinstellingen en de bedrijven, op te halen met allerlei instrumenten zoals SBIR of demonstratieprojecten. En vervolgens te kijken of we dat centraal kunnen inkopen voor de waterschappen, namens de waterschappen, met het waterschapshuis in een gezond businessmodel. Dat zowel kosten en de winst die we eruit halen in tijd en efficiëntie, in doelmatigheid, dat we die op deze manier ook weer kunnen realiseren. En het combineren van slim observeren van de kennis die er is met de modellen en de observaties, zeker met een virtuele watersatelliet, gaan we straks wat verder toelichten. Nog even heel kort hoe die landingsbaan werkt. Sinds 10 jaar alweer bestaat het Zatwaterprogramma, waar waterschappen samenwerken om de satellietinformatie gezamenlijk in te kopen, maar ook met elkaar zodanig af te stemmen dat het toepasselijk en toepasbaar wordt binnen de werkpraktijk. En dat zijn verschillende fasen. Dat kan dus via 7 stappen van wetenschap naar waterschap met elkaar in groepen, heel gericht per thema en ook vanuit de wensen die er bestaan. Als het gaat om informatiebehoeften en ter ondersteuning van het waterbeheer kunnen we dat met elkaar inzetten. En dat gaat van onderzoek naar pilots, demonstraties, validatie, zowel inhoudelijk als vanuit de organisatie, qua acceptatie, tot aan draagvlak voor degenen die daar geïnteresseerd zijn. En dat moet over het algemeen meer dan 10 tot 15 partijen zijn. Dus waterschappen, maar ook Rijkswaterstaat en andere partners die mogelijk in dezelfde informatieinteresse hebben, om dat centraal te gaan laten inkopen
en te laten maken door de markt om vervolgens operationeel in te zetten in de werkpraktijk. Nou, wie doet wat? Heel kort, STOA en het Waterschapshuis doen dat namens de waterschappen op verschillende stappen door deze landingsbaanfases heen. En van daaruit wordt het idee wat geboren is, hoe dan ook, door wie, maakt niet uit. Wordt dat via toegepast onderzoek naar een community van mogelijke gebruikers en voorlopers, dus de innovator waterschappen of gebruikers, ingezet met een pilot. En vervolgens gaan we daar kijken van hoe we dat kunnen aan laten sluiten bij de beleving, zowel vanuit de inhoud als vanuit de werkprocessen. En dan vervolgens het centraal inkopen op een goede manier met elkaar afstemmen en daarmee ook het gebruik weer ondersteunen via een community of practice. Nou, dit zijn al landingsbanen die lopen. Van links naar rechts is het van links naar heel operationeel inkopen tot rechts nog ideeën die intussen al door drie fases heen zijn gelopen. En verdamping is eigenlijk onze allereerste case van zatwater geworden, die ook nu door alle waterschappen voor 4 jaar wordt ingekocht en ook gebruikt in hun eigen hydrologische, maar ook in hun eigen praktische werkomgeving om beslissingen te nemen. En daar zal Joost straks nog wat meer over vertellen. Bodemvocht is daar ook een belangrijke component in, die ook direct vanuit satellieten of vanuit de modellen in combinatie met verdamping ook kan leiden tot actueel inzicht van bijvoorbeeld vullingsgraad bodem, dus de berging van bodems, maar ook van uiteindelijk voor toepassingen voor droogte of wateroverlast een hele belangrijke informatiecomponent is. En je ziet eigenlijk dat al deze trajecten, ook bodemdaling, veendijkverdroging, waterkwaliteit, die hebben dit soort stappen al ondernomen en zitten nu te wachten om doorgestart te worden naarmate het draagvlak groot wordt. En dat geldt ook voor die virtuele watersatelliet, daar gaan we straks op door. Ja, de procesketen is dus organisatorisch en inhoudelijk. Het is dus heel belangrijk dat er van tevoren goed is gekeken van wat is er mogelijk, ook binnen de kennisinstellingen, en wat hebben de bedrijven reeds al ontwikkeld, om dat op te halen, om van data naar informatie naar functioneel gebruik te laten ontwikkelen. Het vertalen van de technische informatie naar functioneel, en ook in het praktische gebruik te brengen, ja, dat vereist heel veel samenwerking met de waterschappen. En vervolgens is die informatie die functioneel uiteindelijk beschikbaar komt, is ook weer input voor beslissingen die genomen kunnen worden op bestuurlijk niveau. Bijvoorbeeld voor pijlbeheer. De vraagsturing in de keten is dus heel belangrijk. Dus we gaan niet zomaar een technische gadget zoals een virtuele nanosatellietconstellatie in de ruimte schieten. Daar willen we heel graag met elkaar van tevoren goed vanuit de wensen en de behoeften, en misschien niet alleen vanuit de waterschapgemeenschappen, maar ook vanuit andere gebruikers afstemmen, zodat we in ieder geval met elkaar op een duurzame manier en ook op een slimme, businessgedreven manier goede informatie kunnen inwinnen voor waterkwantiteit en kwaliteit. Ja, hoe mooi zou het zijn als we onze eigen Nederlandse watersatelliet zouden hebben om permanent met extra ogen naar onze ontwikkelingen zouden kunnen laten kijken. Is dat een natte droom of is dat werkelijkheid? Dat gaan we straks horen van Marco Beiersbergen. En nu is het even nog de vraag of er nog dringende vragen zijn die Joost via de chat heeft voorbij zien komen. Nee, geen enkele vraag eerlijk gezegd. Ja, Michael de Burger, mijn collega, vraagt: kunnen we opnieuw beginnen? Ja, dat hebben we niet kunnen doen, maar ik hoop dat je ondanks dat alles zo groot mogelijk gedeelte van het verhaal hebt kunnen meekrijgen. Dus Marco kan het woord nemen zo, HC. Ja, kunnen jullie mij horen? Ja, prima. Ja. Heel goed. Nou, ik ben Marco Beiersbergen. Ik ben natuurkundige van oorsprong. Ik heb ruim 20 jaar geleden het bedrijf Coastline opgericht, wat meetsystemen ontwikkelt. Wij doen heel veel meetsystemen voor de ruimtevaart. Maar passen we dat ook toe op de grond, in het veld, in de fabriek, in ziekenhuizen.
En dat doen wij voor agri-food toepassingen in de gezondheidssector, maar ook voor water- en landbeheer en voor bijvoorbeeld ook in fabrieken. Allerlei verschillende optische, met name meetsystemen. Maar wij doen een heel groot stuk van onze activiteiten ontwikkeling van nieuwe meetsystemen voor de ruimtevaart. En wij zien kansen en mogelijkheden om daar gebruik van te maken, om het concept van een virtuele satelliet te maken die geschikt zou kunnen zijn om behoorlijke impact te hebben op bijvoorbeeld de operatie van het waterbeheer. Het volgende sheet graag. Even kijken hoor. Ja, traditioneel is natuurlijk de ruimtevaart met grote satellieten, dure missies die één keer in vele jaren gelanceerd worden en die dan een grote hoeveelheden data opleveren waar je in kan gaan zoeken. Maar je ziet ook, en wij zitten daar in die traditionele ruimtevaart ook al een jaar of 20, maar daarnaast zie je dat er de afgelopen 20 jaar een hele nieuwe vorm van ruimtevaart is ontstaan, New Space. Waarin we in periodes van 2 jaar, soms wel zelfs een half jaar, van het moment dat je zegt dit zouden we graag willen doen, tot aan de lancering en het ook daadwerkelijk in de ruimte kunnen doen, voor elkaar weten te krijgen met veel kleinere satellieten, die dan ook heel veel goedkoper zijn en die je daardoor ook taakgericht kan maken voor één specifieke operationele taak kan lanceren, maar die ook aan boord bijvoorbeeld de dataverwerking daarvoor kan doen. En die je dus voor operationeel gebruik helemaal kan inrichten. En dat geeft dus ook mogelijkheden om allerlei operationele toepassingen nu over te gaan nadenken. Wat heb ik daarvoor nodig? En dat eigenlijk binnen afzienbare termijn ook te kunnen gaan doen. Volgende sheet graag. COSINE ontwikkelt een vijftal verschillende instrumentenlijnen. En met die instrumentenlijn die zetten wij in zowel op grote satellieten als klein toegevoegde instrument, maar ook op kleine satellieten, maar ook in vliegtuigen, op onbemande vliegtuigen, maar ook in het veld, op voertuigen. En in sommige gevallen hangen we ze zelfs boven de lopende band, want het maakt op zich niet zoveel uit of je nou met een satelliet over je voedingsproducten, over de agri, de landbouwvelden heen vliegt, of dat je de voedingsproducten op de lopende band wil inspecteren. Voor sommige toepassingen kunnen we daar zelfs dezelfde instrumenten voor gebruiken. De volgende graag. En dat is niet meer theorie, maar dit is allemaal realiteit. Wat je hier ziet zijn 2 van onze instrumenten. Dit is het Hyperscout-instrument. Links zie je type Hyperscout 1, die in het zichtbare en het nabije infrarood opnames kan maken vanuit de ruimte, vanuit de nanosatelliet. Deze is ongeveer 10 bij 10 bij 15 centimeter groot, dus 1,5 liter. Het is iets meer dan een melkpak. Die past dan ook op een niet de allerkleinste nanosatelliet, maar wel op nog steeds heel erg kleine satellieten die je relatief makkelijk en snel in elkaar kan zetten en ook goedkoop in grote hoeveelheden kan lanceren. En de linker daarvan is het eerste exemplaar wat we gemaakt hebben, is al 2 jaar in een baan om de aarde en maakt daar succesvol opnames. En dat doet hij niet alleen in rood, groen en blauw, maar dit is een hyperspectraal instrument. De rechter is Hyperscout 2. Die is een paar maanden geleden succesvol gelanceerd. En die heeft ook een thermisch beeldkanaal aan boord. En die kan dus daadwerkelijk thermische beelden maken vanuit een nanosatelliet. De volgende sheet graag. Even ter vergelijk. Wij zijn gewend om vrachtwagens te lanceren qua grootte van dimensies, qua satellieten. Maar dit is revolutionair dat het ook op melkpak schaalniveau kan. Ja, de uiteindelijke satellieten die je hiermee lanceert moet je denken aan het formaat schoenendoos. Precies. Deze instrumenten zijn, ze zijn klein, maar ze zijn wel geavanceerd. De technologie is natuurlijk inmiddels zover dat we eigenlijk in hele kleine volumes heel geavanceerde optische systemen en elektronische systemen kunnen maken. En deze satellieten zijn hyperspectraal. Dat wil dus zeggen dat ze niet in 1 band hoeveelheid licht meten of in 3 kleurenbanden zoals het menselijk oog dat doet. Maar deze camera die meet in het zichtbaar en nabij infrarood in 50 banden. En dat wil dus zeggen dat je per pixel op de grond het volledige spectrum in ieder geval in 50 banden tot beschikking hebt. Waardoor je dus ook uitspraken kan doen over de samenstelling. Bijvoorbeeld de chlorofieldetectie, maar ook bijvoorbeeld het zand in ondiepere wateren of vegetatieindices daarmee kan berekenen. Met een relatief klein en goedkoop instrument. Volgende sheet graag. Hier zie je een beeld van Hyperscout van de Bahama's. Van de wateren daaromheen. Aan de rechterkant zie je een Google Earth opname daarvan. En aan de linkerkant zie je een Hyperscout opname. Dit is dus vanuit een hele kleine satelliet. Die satelliet die kan aan boord zelf die gegevens verwerken en dat combineren om daar spectra van te maken. En die kan de eerste analyses daarvan al aan boord doen. En wij hebben er hiervan dus op dit moment 2 in orbit. En wij verwachten eigenlijk dit jaar
dat er in ieder geval nog 2 van die satellieten gelanceerd worden. Die hebben wij niet zelf, wij bouwen de instrumenten. Maar onze klanten die lanceren ze. Er zijn bijvoorbeeld door ESA gelanceerd, ook in samenwerking met academische en andere partijen. Maar wij hebben ook commerciële klanten die die instrumenten gewoon bij ons kopen. Na een paar maanden zitten die in orbit en dan kunnen er waarnemingen mee gedaan worden. En kunnen we op, zelfs gedeeltelijk op de satelliet zelf daar toepassingen op gaan bouwen. Het volgende zie ik graag. Dat is een filmpje. Kan jij kijken of die werkt, Hans? Werkt die? Ja. Wij hebben aan boord van Hyperscout 2, op het instrument Hyperscout 2, en daarvan vliegt er dus nu eentje in orbit. En we zijn er nu de volgende exemplaren aan het maken. Daar vliegt ook een Artificial Intelligence module aan boord, waarmee we aan boord ook met behulp van machine learning heel efficiënt alle beelden kunnen verwerken. Je zag net al in het plaatje dat je kan meerdere van dit soort satellieten tegelijkertijd lanceren. Dit is de Artificial Intelligence module die aan boord die analyse kan uitvoeren. En uiteindelijk is het het ziet er nog complex uit, maar het is klein. We kunnen dat in een paar weken in elkaar zetten. En dit is een voorbeeld van de toepassing dat we heel automatisch aan boord wolken kunnen detecteren om die uit het beeld te halen. En om zoveel mogelijk van het beeldmateriaal waar geen wolken zitten te kunnen gebruiken en te analyseren. Maar dat gedeelte waar wel wolken voor zitten, dat we dat kunnen overslaan. Ik zie nu het filmpje even stoppen. Ik weet niet, Hans, of die bij jou afgelopen is. Ja. Even een sheet terug graag. Wij zijn daar met allerlei samenwerkingen, met ESA, met de Nederlandse overheid, met de grote downstream bedrijven, met allerlei partijen bezig om allerlei toepassingen te bouwen die we aan boord van Hyperscout kunnen gaan draaien. En hier zie je een aantal voorbeelden van dingen die wij met Hyperscout op dit moment aan het ontwikkelen zijn, waarvan er een aantal naar onze mening wel direct relevant zijn voor het waterbeheer in Nederland. Maar één eigen satelliet met één Hyperscout aan boord is natuurlijk eigenlijk niet hetgene wat je wil hebben. Het volgende sheet graag. Want je hebt dan weliswaar een satelliet die zelf kan zien wat interessant is, die daar analyses op kan doen, die op dit moment met Hyperscout aan boord van zo'n kleine een aantal analyses kan doen die ook voor het waterbeheer interessant kunnen zijn. Misschien ook niet allemaal, hè, want we zijn nog wel afhankelijk van wolken met de optische technieken die wij nu toepassen. Dus daar hoop je misschien dat je in de toekomst daar nog meer mee kan doen. Maar er is natuurlijk een ander probleem. En dat is dat als je er eentje hebt, dan besteedt hij het grootste gedeelte van zijn tijd op boven andere gebieden dan Nederland. En dat betekent dus dat je eigenlijk een systeem hebt gemaakt dat op globale schaal werkt. En dat is niet eigenlijk het systeem wat je wil hebben om het waterbeheer in Nederland te optimaliseren. Volgende sheet graag. Want wat je eigenlijk wil hebben is een satelliet boven Nederland hangen die continu beelden naar beneden stuurt, als waren het een satelliet in een geostationaire baan, zoals de weersatellieten. Maar het probleem daarvan is dat die op zo'n grote afstand zitten dat ze punt 1 ontzettend kostbaar zijn om te lanceren, maar punt 2 ook het heel moeilijk is om daar voldoende resolutie te krijgen om de informatie daaruit te halen die je wil hebben. Wat je zou willen is er een satelliet die boven Nederland hangt, die met de juiste spectrale eigenschappen en de banden waar die in meet, met een goede resolutie, dat die stil hangt boven Nederland en continu informatie naar beneden stuurt waar je de hele tijd toegang toe hebt. Dat je dus als een buienradar die informatie hebt. Maar dat laat de fysica nou eenmaal niet toe. We kunnen die satellieten natuurlijk niet stilhangen. Die zitten allemaal in een baan om de aarde. En die zullen allemaal, als ze in een lage baan zitten, banen van ongeveer 70, 75 minuten een rondje om de hele aarde heen draaien. En maar af en toe over Nederland heen komen. Volgende sheet graag. Maar door die kleine satellieten, doordat die zo heel veel goedkoper zijn, makkelijker te maken, makkelijker te lanceren, kun je ze meer gericht maken op één operationele taak. En je kan ze dan ook veel makkelijker combineren om gezamenlijk iets te vormen wat we een virtuele satelliet noemen. Want je kan met een combinatie van een heleboel van die kleine satellieten wel iets maken wat virtueel eruit ziet als iets wat stil hangt boven Nederland en wat met behoorlijk hoge regelmaat die beelden naar beneden stuurt. Volgende sheet graag. En dan moet je dus denken dat je een aantal kleine satellieten in een baan om de aarde brengt. En die allemaal wel een behoorlijke breedte op het oppervlak kunnen meten tegelijkertijd. De Hyperscouts bijvoorbeeld die wij gebouwd hebben om die reden
een SWOT, een breedte van de opname die hij maakt van zo'n 300 kilometer. Dus iedere keer dat je over in een baan om de aarde met die 70, 75 minuten vliegt, krijg je dan ook informatie over een strook met een breedte van ongeveer 300 kilometer. En door nu een aantal verschillende satellieten in baan om de aarde te brengen in verschillende vlakken, krijg je natuurlijk de hele dag door, krijg je dekking. Dus als je in het linker plaatje kijkt, als je de drie in een baan zou hebben, dan draait de aarde daaronder door. En dan kom je dus een aantal malen per dag, afhankelijk van de baan waar je, hoe je dat doet, komt die satelliet over de aarde heen, maar natuurlijk niet iedere keer precies over Nederland. Maar als je het volgende sheet graag. Als je één Hyperscout zou lanceren, dan kom je ongeveer 10 keer per maand over Nederland met die breedte van 300 kilometer. En dat betekent dat als je er 9 van dit soort satellietjes in een baan om de aarde zou hebben, dan kom je 3 keer per dag over. Zou je die in een zonsynchrone baan zetten, dat betekent dat die eigenlijk iedere keer op hetzelfde tijdstip over de evenaar heen komt. En dan komt hij niet iedere keer over Nederland heen, maar als je er meerdere hebt, is er altijd wel eentje die over Nederland heen komt. En met 9 kun je dus 3 keer per dag een opname van Nederland maken, waarbij iedere satelliet op een vast tijdstip over Nederland zou kunnen komen. Je kan ook een iets andere baan gaan zitten, waarbij de tijden waarin die er overheen komt varieert. Dat hangt natuurlijk erg af van hoe je dat wil optimaliseren voor je toepassing. Als je er bijvoorbeeld 24 van die satellietjes zou lanceren, dan kan je 8 keer per dag een opname van Nederland maken. En dat betekent dus ook bijvoorbeeld als er bewolking is, dat er stukken waar, zeg maar, als het half bewolkt is, heb je wel 8 keer per dag de mogelijkheid om opnames van de grond te maken. Ondanks het feit dat daar wel bewolking is, is er toch nog een behoorlijke kans dat je toch daadwerkelijk opnames kan maken. Dus dit is niet alleen een manier om met veel frequenter en op veel snellere tijdschalen waarnemingen te kunnen doen. Maar het is ook een manier om die informatie veel sneller naar beneden te krijgen, zodat je ze veel sneller toegankelijk hebt. Maar het is ook een manier om veel vaker de kans te hebben om de waarnemingen te kunnen maken die je graag zou willen doen. En dan denk je, ja, 24 satellieten, dat is natuurlijk wel enorm veel, maar je moet je wel realiseren dat die kleine satellieten, die zijn in alle opzichten heel veel kleiner. En de kosten die daar aan één zo'n missie vastzitten, die zijn een factor 100 tot een factor 1000 lager dan de typische satellieten, grote satellieten die op dit moment in de institutionele context, zoals bijvoorbeeld door ESA of andere partijen, gelanceerd worden. En dat betekent dat je zelfs nog met een fractie van het geld in staat bent om een groot aantal van deze instrumenten te vliegen. Natuurlijk kunnen ze niet alles wat de grote instrumenten aan boord van de grote satellieten kunnen. En dat betekent dus dat je nauwkeurig moet tunen welke specificaties kun je inleveren om het klein en licht en goedkoop te kunnen maken, maar die wel ervoor zorgen dat het voor jouw operationele toepassing geoptimaliseerd is. En dan kom je terug op wat Joost zei. Dit geeft heel veel mogelijkheden. En wat Hans ook al zei, je moet natuurlijk wel goed kijken naar welk probleem wil je daarmee oplossen. En wat is daar een geschikte oplossing voor? En in hoeverre is het mogelijk om met zo'n virtuele satelliet die opgebouwd is uit de combinatie van een aantal van die kleine nanosatellieten, ook in staat om die oplossing echt te realiseren. En dat is iets waar we graag met z'n allen aan zouden willen werken. Ja, Marco, ik heb even een vraag. Nu je het hebt over een constellatie van 24 satellieten, dan kan je je voorstellen, hè, met de conventionele satellieten hebben we al te maken met gigabytes naar terabytes aan data. Dus dan is natuurlijk ook de uitdaging van hoe krijg je met alle fysieke beperkingen die we hebben om data naar beneden te sturen, hoe krijgen we toch zo slim mogelijk die data beneden bij de gebruiker? Nou, dan kom ik terug op wat ik eerder zei. Als je deze satelliet op een operationele toepassing bouwt, dan kan je dus definiëren wat je per gebied op de grond voor analyse wil doen. En dat betekent dat je die analyse al voor een heel groot stuk aan boord kan draaien. En het aardige is dat we juist nu met deze kleine satellieten de allergrootste processing power in orbit hebben. En wij kunnen dus deze Hyperscout bijvoorbeeld, eentje, die genereert in één zo'n baan, dus ongeveer per uur genereert hij zo'n 30 tot 40 gigabyte aan data, aan beelddata. En die kunnen we niet allemaal naar beneden krijgen en dan beneden gaan verwerken. Omdat we de communicatiebandbreedte niet hebben. Anders heb je een hele grote schotel nodig, die veel groter dan je satelliet is. Maar je hebt ook heel veel elektrisch vermogen daarvoor nodig. Maar je bent wel in staat, als je weet hoe je het wil analyseren, om dat aan boord te doen. En dat is de reden dat we nu dus ook met ESA samen een artificial intelligence module aan boord van Hyperscout vliegen. Zodat wij in staat zijn om die 30 gigabyte die we in één baan genereren, terug te brengen
naar de informatie die je eigenlijk nodig hebt. We kunnen aan boord die beelden combineren tot de informatie per grondpixel en vervolgens op die grondpixel de analyse uitvoeren die we daar willen uitvoeren. En dat kan bijvoorbeeld zijn dat je zegt, ik heb alleen maar één bitje, een vlag, die zegt, in deze pixel is er mogelijk iets aan de hand op het gebied van waterpeil of van waterkwaliteit. En dat verdient verdere aandacht. En dan zou je dus terug kunnen naar bijvoorbeeld één pixel of één bit per pixel. En dan praat je nog maar over megabytes per baan. En die kan je heel goed naar beneden krijgen. Maar je kan je natuurlijk zelfs voorstellen dat je alleen maar die informatie naar beneden stuurt. Als alerts, die alleen maar aangeven waar er zich hotspots bevinden. En dat zijn natuurlijk, eigenlijk gaat dat om relatief hele kleine hoeveelheden informatie die je naar beneden moet sturen. Dan kan je altijd nog besluiten om te zeggen, ik vraag het hele beeld op. En ik gebruik een gedeelte van de bandbreedte die ik heb om meer informatie te krijgen over die gebieden waarvan aangegeven wordt dat het interessant is. Of op grond waarvan ik door andere informatie weet dat dat interessant is. Maar dan zul je echt moeten focussen. Met dit soort instrumenten kan je niet alle informatie over de hele wereld allemaal naar beneden halen. Dat is natuurlijk het nadeel ervan. Maar het voordeel ervan is wel dat je het kan optimaliseren voor jouw eigen operationele toepassing. En wij hebben dus nu aan boord die Artificial Intelligence modules draaien. En zijn dus in staat om daarmee real-time de data te construeren, zodat we echt kaarten aan boord hebben die ook georeferenced zijn. Dus we weten welke pixel zich waar op de grond bevindt. En we zijn nu bezig met allerlei partijen om te zorgen dat we ook aan boord de analyses kunnen gaan draaien welke interessante informatie er dan in die pixels zit die de moeite waard is om naar beneden te sturen. Als je dan verder kijkt naar een andere beperking van zo'n klein instrument op een satelliet, is ook dat je niet in staat bent om een enorme resolutie op de grond te halen. Op dit moment halen wij een grondresolutie van 70 meter. Dus de grondpixels zijn 70 bij 70 meter. En dat betekent dus dat er een heleboel informatie die je zou kunnen halen uit de vormen die je op de grond ziet, die kun je hier natuurlijk veel minder goed uithalen dan de hele hoge resolutie imaging satellieten. Maar die komen natuurlijk wel veel minder vaak over. Het is wel zo, omdat wij heel veel spectrale informatie hebben met die 50 banden, ook nog 4 thermische banden erbij, zit er natuurlijk wel heel veel informatie in die ene pixel. Dus het kan zo zijn dat voor sommige toepassingen, als een gedeelte van die pixel gevuld is met water en in dat water is iets raars aan de hand. Bijvoorbeeld, het is buiten zijn oevers gegaan, of er bevindt zich te veel begroeiing of te veel algen in. Maar daar zijn jullie de expert in. Hè? Daar moeten we samen aan werken, of dat ook echt zo is. Maar dat je wel in staat bent om die signatuur van hetgene wat er aan de hand is in die pixel, om die wel uit die 70 bij 70 meter te halen. En dan moet je bijvoorbeeld aan veranderingsdetectie, zowel in water als op land, denken dat als er in een pixel iets verandert en er wordt een redelijk oppervlak van de pixel gevuld met een ander materiaal, met een andere stof, een andere samenstelling, dan ga je dat heel sterk in dat spectrum terugzien. Dus wat je niet kan halen aan grondresolutie, en dat is simpelweg de natuurkunde, de diffractie in het zichtbare licht, kan je met zo'n kleine opening niet heel veel beter dan die 70 meter. Dat win je wel terug doordat je spectrale resolutie hebt. En daar kan je dus veel meer contrast uithalen en dus eigenschappen binnen zo'n pixel waarnemen dan anders mogelijk is. Voordat we te ver ingaan op de techniek, wel heel goed dat je het zegt, want spectral, maar ook temporal unmixing van 70 bij 70 meterpixels kan toch leiden tot hogere detailinformatie. Dat is eigenlijk de boodschap van jouw verhaal. En zeker omdat je zoveel satellieten in orbit hebt, is die kans alleen maar groter geworden dat je steeds meer kennis opbouwt binnen het pixel. Ja, dat klopt. En wat je natuurlijk ook kan doen, en dat is natuurlijk iets wat op dit moment ook al gedaan wordt met andere golflengtesgebieden, bijvoorbeeld om in een thermische met evapotranspiratie een hogere resolutie te krijgen, is door die gegevens wel te combineren met andere gegevens die wel een hogere resolutie hebben, maar dan bijvoorbeeld een veel langere tijdschalen, die bijvoorbeeld een paar dagen uit elkaar liggen. En dan kan je wel deze informatie gebruiken om te interpoleren tussen de andere beelden, waardoor je dus wel snelle veranderingen kan waarnemen en snel kan ingrijpen op grond van hoge resolutiebeelden die je al eerder opgenomen hebt. Kan je het volgende sheet laten zien? Dus wat er eigenlijk op dit moment technologisch al kan, maar nog niet operationeel, omdat we dat natuurlijk niet allemaal opgebouwd hebben, is om met hoge frequenties waarnemingen te doen. En om daar bijvoorbeeld verdamping mee te meten, om overstromingen waar te nemen, om verdroging te meten, zowel van de grond als van de gewassen. We kunnen evapotranspiratie meten, we kunnen gewasgroei meten, we kunnen bijvoorbeeld chlorofyl, carotene, hoeveelheden van meten.
Bijvoorbeeld algengroei, misschien dat er andere indicatoren voor waterkwaliteit uit dat spectrum te halen zijn. De groei van gewassen is al aardig uitontwikkeld met de vegetatieindices. Die zijn allemaal hiermee toegankelijk. Voor algengroei in het water hebben we de eerste pilots gedraaid. Zijn goed detecteerbaar en er is natuurlijk veel bekend over hoe je dat uit dat spectrum moet halen. Maar ook bijvoorbeeld de detectie van zandbanken en andere structuren onder water in minder diepe kustgebieden. Mate van de aanwezigheid van water kunnen we eigenlijk spectraal heel goed detecteren. Ook veel beter dan dat uit zichtbare beelden kan halen. En dat is dus ook toegankelijk vanuit die nanosatellieten. Detecteren van bepaalde vormen van verontreiniging, zowel op land als op het water, kunnen we uit die spectra halen. Natuurlijk het detecteren van bebouwing, maar daar zit je natuurlijk wel met de grootte en de grondresolutie. Maar je kan daar wel heel veel detectie van veranderingen doen. Maar ook bijvoorbeeld het detecteren van brand, ook brandgevaar, brandrisico, maar ook rook, smog en andere meer, zeg maar, niet hele fijne details van de gassen in de atmosfeer, maar wel veranderingen in de atmosfeer die zichtbaar zijn op de een of andere manier voor een optisch instrument, die zijn ook toegankelijk voor dit type. De volgende sheet graag. Even een korte vraag. Komen er nu al beelden van Nederland binnen bij jullie of is het nog meer een project voor de hele wereld waar je mee bezig bent? Er komen beelden van Nederland binnen. Een gedeelte van de ontwikkeling die wij doen wordt ook door NSO gefinancierd. Dus dat betekent dat wij ook natuurlijk extra aandacht voor Nederland hebben. Dus wij hebben meerdere opnames van Nederland en die komen met enige regelmaat binnen. Maar het is niet het enige waar wij naar kijken. Dus wat wij nu met name proberen te doen is om te zorgen dat we over de hele wereld van verschillende gebieden, woestijnen, delta's, oceanen, binnenwateren, allerlei verschillende opnames hebben om te zorgen dat we een hele goede referentiedataset hebben en dat we met partijen kunnen gaan ontwikkelen aan deze toepassingen. Waar wij natuurlijk druk mee bezig zijn is om niet alleen verder te kijken wat kunnen we met dit instrument, maar ook de instrumenten verder door te ontwikkelen. En dat betekent dat wij verwachten dat op tijdschalen van 3-4 jaar er nog veel meer mogelijkheden open gaan komen die je op dit soort platformen kan gaan implementeren. Dan moet je ook denken aan LiDAR, dus met gepulste lasers hoogtemetingen uitvoeren. Dat wil zeggen dat je daar ook waterpeilen mee kan gaan meten. Dat je de hoogte van bebouwingen, de hoogte van begroeiing kan gaan doen. De instrumenten daarvoor zijn we al aan het ontwikkelen. Om te zorgen dat we dat ook echt op kleine satellieten kunnen gaan doen. Ook de detectie en karakterisatie van aerosols. Het verschil kunnen zien tussen stof, vulkaangruis en waterdruppels in de atmosfeer. Ook gedeeltelijk door de wolken heen te kunnen zien en dat zo ver mogelijk te optimaliseren. Het thermische kanaal zullen we ook verder doorontwikkelen. Die heeft nu een grondresolutie van zo'n 250 meter. En wij verwachten over een paar jaar dat omlaag te kunnen brengen, ook naar zo'n 70, 80 meter grondresolutie van een echte directe meting van verdamping, verdroging, in ieder geval de temperatuur en daarmee redelijk direct verdamping, evapotranspiratie te kunnen meten. En we verwachten ook eigenlijk de volgende stappen te kunnen zetten op het gebied van het meten van waterkwaliteit. En wat er een van de dingen die eraan zitten komen is dat we op die kleine satellieten toch in staat zullen zijn om die grondresolutie omlaag te brengen naar ongeveer 10 meter op de grond. En dat betekent dus dat als we inderdaad de komende jaren zo doorgaat dat we meerdere satellieten lanceren, dat we op dat moment dan een systeem hebben wat meerdere keren per dag opnames kan maken die binnen een uur beschikbaar zijn op de grond en daarmee als early warning kunnen dienen. En dat we verwachten dat vanaf over een paar jaar de resolutie die nu nog 70 meter is, waardoor je dus kleinere details zal moeten zoeken binnen een pixel, wat gedeeltelijk mogelijk zal zijn, gedeeltelijk lastig zal zijn, dat dat wel langzaamaan ook steeds beter zal lukken op het moment dat je naar 10 meter pixels gaat, komt er natuurlijk, denk ik, in ieder geval voor waterbeheer ook een heleboel toepassingen die gaan mogelijk worden, die je met 70 meter misschien niet voldoende signaal hebt om dat echt uit zo'n pixel te gaan halen. De volgende sheet graag. Een zo'n voorbeeld daarvan, dit is een LiDAR, een laser afstandmeter die wij aan het ontwikkelen zijn om vanuit een nanosatelliet te vliegen. Wat je rechtsboven ziet, linksboven zie je een testopstelling daarvan op de meettoren van de meteorologen in Cabau.
waarmee we gemeten hebben aan de begroeiing eromheen. Dus hier rechtsboven reflecties van de grond, maar ook reflecties van de bovenkant van de begroeiing, waardoor je de hoogte van de begroeiing kan meten. En wat hier bijzonder aan is, is dat het een geminiaturiseerd instrument is, wat we met heel veel partijen in Europa, met alle LiDAR-partijen in Europa aan het ontwikkelen zijn, wat niet met lichtpulsen werkt, maar wat maar één enkel foton hoeft terug te ontvangen, waardoor we met hele laag, dat is dus een kwantumdetectie. Dat kunnen we heel klein maken en dat kunnen we ook in de ruimte vliegen. Waardoor het lukt om met hele lage vermogens te werken en het zo klein en zo licht en zo weinig vermogen te maken dat het A, niet gevaarlijk is en B, dat we het op een kleine satelliet kunnen vliegen. Dus dit is een van de ontwikkelingen die wij verwachten binnen een jaar of twee het eerste exemplaar van in de ruimte te hebben. En op dat moment ligt het eigenlijk open om dat toe te voegen aan een virtuele satelliet door een paar kleine satellietjes te lanceren waar zo'n instrument aan boord zit. Volgende sheet graag. Wat denken wij dat je hiermee moet? We denken, je moet er sowieso goed naar kijken wat je hiermee kan, wat je hiermee wil. Want de ontwikkelingen gaan snel. Dat is niet de tijdschalen van 10 jaar waarbij je nu zegt, dit is wat we zouden willen. En dat er dan een langzaam traject tot stand komt met het definiëren van specificaties en het inzetten van technologieprogramma's en het opbouwen van infrastructuur en daarna ermee aan de slag. Maar dit gaat echt om tijdschalen van 3 maanden tot 1 jaar, 2 jaar, waarin je gaat van het kijken naar kan ik dat ermee, tot het demonstreren, tot het op kleine schaal operationeel gaan brengen. En wij pleiten dan ook erg voor om dit ook wel meer te zien als een nieuwe space-activiteit, waarbij je niet gaat voor wachten totdat de complete infrastructuur opgebouwd kan worden, maar door een geleidelijke transitie te maken van de huidige manier waarop je werkt en daaraan toe te voegen dit soort type observaties die langzaamaan hopelijk een steeds groter gedeelte kunnen gaan invullen van het detecteren van hotspots, het identificeren van probleemgebieden en het helpen met het gericht genereren van data, maar ook gericht aanvullende gegevens daarmee te gaan verzamelen. En het idee is natuurlijk dat je dan een alert systeem kan opbouwen, wat in eerste instantie misschien niet dekkend is, maar wat langzaamaan dat wel gaat worden en je dus eigenlijk werk uit handen neemt, omdat het systeem dat langzaamaan over gaat nemen. Tegelijkertijd lopen wij in Nederland ontzettend voorop hiermee, zowel met kleine satellieten als met kleine instrumenten, als ook de samenwerking tussen partijen als jullie, maar ook de upstream partijen die de technologie daarvoor mogelijk maken en de instrumenten daarvoor bouwen en de satellieten. En dat is uniek in de wereld. Dus daarmee bouwen we ook met z'n allen in Nederland een positie op waarbij andere partijen daarnaar kijken en daar mogelijk ook gebruik van gaan maken en waar we als Nederland dan ook misschien wel een exporteerbaar product van kunnen maken om met dit soort systemen daadwerkelijke echte toepassingen te gaan maken en operationeel te krijgen. En dat is een van de redenen dat bijvoorbeeld ESA ook in Nederland behoorlijk investeert en wij bijvoorbeeld met een aantal Nederlandse partijen de eerste zijn die zo'n hyperspectraal instrument ontwikkeld hebben, die een thermisch instrument aan het maken zijn, nu ook als allereerste een artificial intelligence beeldverwerkende module in de ruimte vliegen. En onze wens is dus om met die eindgebruikers daar zo snel mogelijk serieuze toepassingen mee te bouwen, om te zorgen dat we dat tempo erin houden en dat we in Nederland daar ook in de lead in kunnen blijven. Het volgende sheet graag. Dat betekent wat mij betreft dat we ook dus nu al meer kunnen doen dan alleen nadenken over wat zou je ermee kunnen doen. We kunnen ook al aan de slag met bijvoorbeeld bestaande Hyperscout data of opnames die we kunnen gaan maken als het voor ons duidelijk is waar de interesse ligt. Om te kijken wat kan je eruit halen en ook te demonstreren wat eruit kan komen. En de eerste testen te doen om daar een operationele infrastructuur van te gaan maken. Natuurlijk zitten daar een aantal stappen nog in. Er is al data beschikbaar waar we naar kunnen kijken. Als dat positief is, kunnen we daar de volgende stappen in zetten. En kunnen we ook de eerste stappen gaan zetten met het opbouwen van de infrastructuur daarvoor. Sommige dingen daarvan, denk ik, zou heel goed zijn als de waterschappen daar de lead in namen. Die hebben daar alle kennis en die kunnen daar het beste in sturen. Er zijn andere dingen waar andere partijen misschien meer de lead in moeten nemen, die we misschien gezamenlijk met anderen moeten doen, misschien in een ESA-context. Het volgende sheet graag. Dat betekent dat wij zien dat met de huidige ontwikkelingen het opbouwen van een virtuele watersatelliet echt in zicht komt. De technologie is al voor een behoorlijk deel daar, de mogelijkheid om het te doen, om het op te gaan bouwen. Het is nu een kwestie van samenwerken om de kennis op te bouwen. Wat moet je doen? Wat is nuttig? En wat gaan we daadwerkelijk doen? Zo'n virtuele satelliet bestaat dan uit een samenstel van kleine satellieten die hoogfrequent, meerdere keren per dag, waarnemingen kunnen doen, die we aan boord al kunnen analyseren.
die je dan op de grond de informatie hebt die je wil hebben, eventueel extra informatie kan opvragen en dan ook misschien nog kan combineren met gegevens van andere satellieten of andere bronnen. Dat moet leiden tot een korte responstijd. En dit zou wat ons betreft een bijdrage kunnen leveren. En wij hopen dat het gezamenlijk te kunnen demonstreren aan een andere manier van het uitvoeren van inspecties. Deze systemen gebruiken om ook op korte tijdschalen te zien waar de problemen zich bevinden. En daar dan ook op te kunnen concentreren. Of misschien de andere kant op te kunnen constateren waar er geen problemen zijn. En die gebieden dan geen aandacht aan te hoeven besteden. Dankjewel, Marco. Een applausje. Moeilijk via virtueel. Maar dank voor het mooie verhaal, ook voor het wervende verhaal en ook de enorme mogelijkheden die het biedt. Wij zaten in een natte droom, maar we komen langzaam in onze remslaap en we hopen straks in de natte plas wakker te worden, want ik denk dat dit voor de toekomst zeker realiteit gaat worden. Ik wou nog zeker een aantal vragen van deelnemers de kans laten geven om hier plenair even te behandelen. Joost, wil jij dat doen voordat we de Mentimeter ingaan? Jazeker. We hebben 5 hele goede vragen naar mijn idee. Jeffrey die vraagt zich af, allemaal mooi, leuk en aardig, maar hoe krijg je nou zo'n schoenendoos de lucht in? Zo'n satelliet. Ik denk dat ik daar wel op kan antwoorden met een raket, maar misschien heb ik het niet bij de juiste einde, Marco. Ja, natuurlijk is dat een raket, maar je ziet dat er een hele markt is ontstaan voor het lanceren van kleine satellieten. Het record staat nu op 100 tegelijk. Waarbij je een doos maakt en daar stop je 100 satellietjes in. Dat is overigens georganiseerd en helemaal geregeld door het Nederlandse bedrijf ISIS. Dus ook als Nederland zijn wij de wereldrecordhouder in. Je neemt een doos en dan maak je openingen in en met een dekseltje erop met een veer. Ja. En als een jack in the box, op het moment dat je die box naar boven lanceert met een grote satelliet, en dat kan zelfs wat wij piggyback noemen. Je vliegt mee met bijvoorbeeld de lancering van een grote communicatie of een weersatelliet. Daar gaat zo'n doos mee. Die doos die gaat los van de raket. En je doet één voor één de dekseltjes open. En met die veer ploppen ze gewoon één voor één eruit. En op die manier zijn er de afgelopen jaren vele honderden van dit soort kleine satellieten al gelanceerd. Ja, dankjewel. Jij moet even de vraag kort vragen en kort antwoorden. Dan hebben we nog tijd voor de Mentimeter. Ja, exact. Ja, dat kan wel. Ja, er wordt veel over waterkwaliteit gepraat natuurlijk de afgelopen 3 kwartier. Maar welke waterkwaliteitsvariabelen gaat het eigenlijk om? Wordt er gevraagd. Dat zijn er natuurlijk een hele hoop. Nou, jullie snappen wel, we kunnen nog niet alles op watersatellieten, maar een hoop kan wel. Hè? Opgelost sediment, dissolved organic matter, doorzicht, even spieken hoor. Chlorofil en wat wij stikstofrijn dan, dat kan allemaal al op basis van Aquasat. Dat is een mondiale dataset die voor iedere dag voor heel de wereld dit soort variabelen in beeld heeft gebracht. Hè. En laten we wel weten, de meeste waterschappen die doen 1 keer per 2 weken, 1 keer per 4 weken metingen. Dus met satellieten kan er al voor sommige variabelen althans iedere dag. Als Stikstofeiland, maar ook Delfland, brengen wij al sinds enkele jaren ook indico's, et cetera, met satellieten op 10 bij 10 meter in beeld. Ik weet niet of het nog tijd is voor een extra vraag, Hans. Nog 1 vraag en dan gaan we over op de Mentimeter. Je kunt alvast even de code en de Mentimeter opschrijven. Ja, Dominique vraagt iets heel concreet, denk ik wel, vanuit duurzaamheid, als ik het goed interpreteer. Hoe wordt de lifecycle gemanaged en wie ruimt deze TZT weer op? Dus iedereen is denk ik wel bekend met het fenomeen van ruimteafval, hè, hoop satellieten en weet ik veel. Is er eigenlijk ook wel een soort van exit-strategie, Marco? Ik kan daar kort antwoord op geven. Deze kleine satellieten, om goede resolutie te hebben, vliegen we in een lage baan om de aarde, rond de 500 kilometer. En dat betekent dat al deze satellieten automatisch na een jaar of 3, 4 naar beneden zullen komen en in de atmosfeer zullen verbranden. Daarvan komt niets meer op aarde terecht. Dat betekent ook wel dat we ervoor moeten zorgen dat er geen schadelijke stoffen aan boord zijn. Maar dat lukt tot op behoorlijke hoogte, lukt dat heel goed. En dat betekent dus dat je, dat is dus nu al zo, dat je met enige regelmaat vervangende satellieten omhoog zou moeten brengen. Op dezelfde manier als dat nu ook bij GPS en met telecommunicatie gebeurt. En op die manier krijg je dus een vrij langzame, maar je krijgt wel een continue verversing. En dit draagt dus niet bij aan het ruimtepuinprobleem. Ja, helder Marco volgens mij. Oké, ik ben intussen al de Mentimeter ingegaan. Aan de bovenkant ziet u zeg maar hoe u daarin komt. En u kunt even invullen van welke organisatie u bent. Ik wil
tijdens dit verhaal even Marco Beijersbergen van Cosijn heel hartelijk bedanken voor de mooie presentatie en zeer heldere presentatie en ook de technologische mogelijkheden die ons voorgeschoteld zijn. En we willen in deze sessie willen we kijken van wat zijn de, nou ja, de beelden die u heeft hierbij. Deelt u de visie zijn we hier met elkaar op de goede weg aan het gaan? Graag gedaan. Er zijn een hoop waterschappen, een aantal bedrijven. Dat is heel mooi. Ik ga naar de volgende vraag. Over 5 seconden. Wat vindt u van het virtuele watersatellietconcept? Is het te ver voor de muziek uit? Wil ik graag verder met jullie samen onderzoeken. Het heeft totaal de verkeerde focus. We willen iets anders. Nou, dat is heel positief. Geen kritische geluiden. Is straks nog ruimte voor. De volgende komt er over 5 seconden. Welke focus is volgens u nodig naast de waterkwantiteit kwaliteit en mogelijk ook de techniek? Waar willen we focus op brengen? U kunt gewoon een aantal mogelijkheden invullen. Je mag het ook verdiepen, dus vanuit de waterkwantiteit differentiëren of vanuit de waterkwaliteit differentiëren. Maar kunt u een aantal thema's noemen waar u mogelijkheden ziet door deze hoge temporele frequentie van opnames? En ook zeg maar de mogelijkheden van binnen het pixel, signaturen en eigenschappen van het oppervlak. Hè, zowel op water als vegetatie als bodemoppervlak te kunnen afleiden door de hoge temporele en ook de hoge spectrale resolutie. Ook het hotspot effect, dus de waarschuwingsmodus. Juist omdat je vaak in de tijd veel informatie voorgeschoteld krijgt, kan je focussen op indicatieven en indicatoren. Dus indicatieve informatie die dus leidt tot meer focus in het land ruimtelijk gezien. Zodat je gerichter veldinspecties kan inzetten. Nou, zo'n aantal mooie goede ideeën, daar hebben we heel veel aan. Ik laat dit nog even lopen. Goede dashboards, hogere grondresolutie. Het combineren met open source data is een hele belangrijke. Dus niet alles kan onboard zomaar voorgekookt worden. Dat moet op de grond met kennis en andere modellen en allerlei systemen op de grond uiteindelijk leiden tot functionele informatie. Dus het antwoord ligt niet boven in de ruimte. Dat is een onderdeel van een proces op de grond met elkaar. Nog 5 seconden. Droogteproblematiek, ruimtelijke adaptatie, betrouwbaarheid, kosten is een belangrijke. Dat kunnen we met het businessmodel met elkaar ontwikkelen tijdens de demonstraties in de toekomst die we willen gaan inzetten als het draagvlak goed genoeg is. En dat ziet er wel naar uit. De volgende vraag, om mee te gaan met de virtuele watersat ontwikkeling, heb ik A, meer kennis nodig, B, meer informatie met betrekking tot nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, meer informatie ten behoeve van de toegevoegde waarde ten opzichte van wat we nu al doen, ik heb rugdekking nodig van mijn baas en er is een business case nodig om dat uiteindelijk met elkaar te realiseren. Dus dat zijn allemaal gamma, beta en alpha zaken die hier bij elkaar komen. En dat is aardig in evenwicht met elkaar. Al die aspecten zijn belangrijk. En dit is eigenlijk ook gelijk de landingsbaan filosofie die wij al jarenlang inzetten. Vanuit de inhoud en vanuit de organisatie kijken of innovaties echt in de praktijk kunnen toevoegen.
Nou, dat is een hele mooie uniforme verdeling. De business case staat bovenaan. En dat is ook heel belangrijk. Wat kost het en wat krijg ik ervoor terug? Dan wil ik u hartelijk bedanken voor uw deelname. En ik denk dat we zijn een minuutje te vroeg, maar dat we in ieder geval heel veel hebben geleerd. Ik wou Marco Beiersberg van Cosign bedanken. Ik wou Joost Heikers van de Stichting Rijnlanden bedanken. En ik wou u bedanken voor uw aandacht en uw vragen. En deze sessie is opgenomen. En ook de presentaties die zijn later centraal beschikbaar. En dan kunt u dan nog eens even op uw gemak doorkijken. En we willen in de toekomst vanuit het Zatwaterprogramma, samen met het Waterschapshuis en de waterschappen, willen we kijken of we dit tot een mogelijke toepassing kunnen maken. Dank u wel.